welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kikker TV. Leerzame televisie voor en door kinderen. En we gaan het vandaag over een heel belangrijk onderwerp hebben, namelijk ADHD. Nou, wat dat precies betekent, daar komen we hopelijk vanzelf achter. En we gaan het hebben over het schavuitboek. Maar niet voordat we hebben gezien wie er bij ons in de studio in de bibliotheek zijn aangeschoven. Hallo, mijn naam is Fabio. Hallo, mijn naam is Ernest. Hallo, mijn naam is José. Hallo, mijn naam is Alessandro. Oké, nou gezellig dat jullie bij ons in de studio zijn. Van welke school komen jullie? Het kleuren. Ja, allemaal toch? Ja. Vorige week hebben we een rondleiding gekregen in die school. En ook heeft Guru een item gemaakt. En vandaag gaan we het hebben over ADHD. Wie kent u met ADHD? Ik. Wie ken je met ADHD? Nou, iemand uit groep 5 en hij zit nu. Oké. Ik ken niemand. Ik ken niemand met ADHD. Kennen jullie iemand met ADHD? Ja, ik wel. Oké. Nou, eigenlijk kennen we allemaal met ADHD, denk ik. Ja, ik vind het een super interessant onderwerp. Gelukkig hebben we daar een reportage over gemaakt en die gaan we nu maar bekijken. Reportage. Het komt overal ter wereld voor. Van buiten kun je niet zien. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. En maar liefst 1 op de 20 mensen hebben er last van in Nederland. Niet te gek dus als je iemand kent of bent met... Nu denken sommige mensen dat ADHD alle dagen heel druk is, maar het is dus iets heel anders. ADHD is dus een afkorting van dit Engelse woord dat nu in beeld komt. In het Nederlands vertaal betekent het aandachtstekort, stoornis met hyperactiviteit. Maar waar heb je last van als je ADHD hebt? Laten we eens een aantal punten in een rijtje zetten. Als je ADHD hebt, dan kan het zijn dat je... Dat je moeite hebt om stil te zitten, dat noem je dan hyperactiviteit. Het kan ook zijn dat je het moeilijk vindt om stil te blijven bij bijvoorbeeld wanneer de juf of meester iets aan het uitleggen is. Als je ADHD hebt, is het soms super lastig om je te concentreren. Bijvoorbeeld, je wordt snel afgeleid wat er buiten gebeurt of wat er in de klas gebeurt. Je hebt eigenlijk aandacht tekort om op je werk langer te concentreren. En als je ADHD hebt, is het plannen ook heel moeilijk. Kortom, best lastig. Waar komt jouw ADHD precies vandaan? En waarom hebben sommige mensen er last van en sommige niet? Weet je, dit is best een lastige vraag. Ik denk dat we hiervoor de hulp van een expert moeten inschakelen. We schakelen over naar 2 reporters en met een expert. Hi, we zitten hier samen met Tim, een onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog. Wie alles weet over onder andere ADHD. Tim, zou je uit kunnen leggen waar ADHD nou precies vandaan komt? Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Want ADHD, dat heb je of dat heb je niet. En dat komt door je hersenen. Nou, die hersenen die hebben jullie ook, hè, dames? Ja. Precies. En je hersenen die bepalen eigenlijk alles wat je doet. Dus bijvoorbeeld lopen, praten, eten, ook hoe je je voelt, je emoties. Dat zie je bijvoorbeeld in de film Binnenste Buiten, Inside Out. Ik weet niet of die hebben gezien. Ja. Nou, en wat je hersenen ook doen, en dat zit hier in de voorkant van je hersenen zit dat, is dat je soms op de rem kan trappen als je iets graag wil doen. Dus bijvoorbeeld als je het liefste naar buiten wilt kijken, maar je moet je op je schoolwerk concentreren. Of als je in de klas iets wil zeggen, maar de juf is aan het woord. Dan zorgen je hersenen ervoor dat je dus soms op die rem kan trappen. En waar kinderen met ADHD nou moeite mee hebben, is om die rem heel erg hard in te trappen. Of die rem die is niet zo heel erg sterk. Dat is een soort fietsrem is dat. Dus dat werkt niet zo heel erg goed. Dus daar komt ADHD vandaan. Super lastig, denk ik. Kan ADHD ook genezen worden? Nee, ADHD kan helaas niet genezen worden. Maar je kan er wel mee leren om er beter mee om te gaan. Dus dat je je beter kan concentreren en minder snel, minder bewegelijk bent. Dat kan allemaal wel. En zijn ook voor sommige kinderen kan het helpen als ze pilletjes slikken tegen ADHD. Dus je kan er wel iets tegen doen, maar het gaat helaas niet over. Kan er ook misschien iets in de klas zijn waardoor het makkelijker wordt voor een kind die in de klas ADHD heeft? Ja hoor, er zijn verschillende dingen.
Wat we bijvoorbeeld bij kinderen met ADHD soms fijn vinden, is als ze een eigen plekje in de klas hebben waar ze zich beter kunnen concentreren. Dus dan zitten ze niet in een groepje, zoals jullie in de klas zitten, maar dan zitten ze alleen ergens. En dan is dat niet omdat dat kind met ADHD straf heeft, maar omdat het kind dat zelf fijn vindt om zich te kunnen concentreren. En wat ook soms gebeurt met kinderen met ADHD is dat die bijvoorbeeld extra veel klusjes krijgen van de juf of meester. Dat ze even naar de gang mogen om iets te halen of even iets kopiëren. Dat soort dingen, dat ze even kunnen bewegen. Dus je kan er in de klas wel rekening mee houden en je kan eraan werken. Hebben ze ook beroepen voor mensen die ADHD hebben? Nou, er zijn zeker ook goede kanten aan ADHD. Dus er zijn ook goede beroepen die mensen met ADHD later uit kunnen voeren. Wat we bijvoorbeeld zien is dat mensen met ADHD vaak heel erg creatief zijn. Of dat ze heel erg grappig zijn. En ze zijn vaak heel erg enthousiast en positief. Dus dat betekent dat een beroep waarbij je heel erg vaak stil moet zitten vaak niet zo handig is voor mensen met ADHD. Wat wel handig is bijvoorbeeld een beroep waar heel erg veel actie in zit. Bijvoorbeeld gymleraar. En wat we bijvoorbeeld ook zien is dat kinderen met ADHD overal heel erg snel op kunnen bewegen en reageren. Dus dat kinderen met ADHD vaak hele goede keepers zijn met voetballen. Dus er zijn zeker positieve kanten en goede punten met ADHD. Dankjewel Tim voor de goede uitleg. En terug naar Doeroe en Antisha. Nou, inmiddels weten we een stuk meer over ADHD. Wat het is, waar het vandaan komt, wat de positieve punten zijn over ADHD en wat je er in de klas over kan doen. Wil je nou nog meer te weten komen over ADHD of over de hersenen? Kom dan naar Bibliotheek de Korenbeurs in Schiedam, want daar kan je dit boek lenen. Nou, we zagen het net al in de reportage. Dus 1 op de 20 mensen die hebben maar in Nederland last van ADHD. Het is niet gek dat wij net op dachten van eigenlijk iedereen van ons kent wel iemand met ADHD. Wisten jullie trouwens dat we ook een ervaringsdeskundige in de studio hebben zitten? Want ja. Annie. Jij hebt ADHD, toch? Ja, dat klopt. Sinds ik 8 ben is het gediagnosticeerd. En sindsdien krijg ik pilletjes voor ADHD, maar daar ben ik nu al inmiddels mee gestopt. Hebben jullie vragen van mij? Hoe is het om ADHD te hebben? Het is soms weer ook leuk, want soms kan je meer goed op dingetjes concentreren met knippen en plakken. Maar soms is het ook wel vermoeiend als je in de klas zat vroeger en dan waren er allemaal geluiden en dan werd je afgeleid. Maar verder is het wel leuk om ADHD te hebben. Hoeveel uur is het lang voor? 3. In de ochtend, 1, in de middag en in de avond. Het verandert ook wel dat, naarmate je ouder wordt. Ja, want dan word je rustig ook in je hoofd en je hebt niet zoveel prikkels om je heen de hele tijd. Maar zien jullie nou aan Aniek dat ze ADHD heeft? Nee. Ja, want wat valt je op aan Aniek? Dat ze rustig is. Ja, heel rustig. Maar kinderen met ADHD zijn ook normaal, hè? Die zijn ook normaal. Heel belangrijk om te weten. Ja. Maar was het ging je heel druk doen toen je klein was? Sorry? Was het heel druk toen je klein was? Ja, toen rende ik heel de tijd door de kamer heen, naar links en rechts. En dan pakte ik alle katten op. Dus we hadden 4 katten. En die ging er allemaal mee door het huis heen rennen. En dan pakte ik de kat op naar de trap, weer van de trap. Heel druk. En moeder ging vroeger ook rondjes met me rennen, omdat ik super druk was. Dat is ook wel leuk. Ging ze met jou rondjes rennen? Ja. Dat is wel heel grappig. Ja, en van rondjes rennen gaan we naar de tip van de week. Tip van de week. Als je een film kijkt of een boek leest en je vindt het eng, neem dan even pauze en ga daarna pas weer verder met lezen of kijken. Behalve over ADHD gaan we het vandaag ook hebben over het schavuitdoeboe. Weet jullie wat dat is? Nee. Ik weet het. Wat is het? Nou, het is in ieder geval een verhaal, net als het verhaal van Lidwina. Yes. En, als we een keer, je kan in ieder geval ook naar het centrum toe gaan, want ik weet niet wanneer, maar daar is ook een keertje een dans over het verhaal van Lidwina. Ja, want jullie zijn eigenlijk gebaseerd op het verhaal uit Schavuit Doeboek van Lidwina, zijn jullie een dans nu ook aan het maken, hè? En we zijn met 200 kinderen. Oké, nou dat is wel indrukwekkend. Wanneer is dat? Dat weten we nog niet. Dat weten we niet. Nou, dat zijn zo nog elke vrijdag aan het oefenen. Oké, dus het horen vanzelf. Ja, met heel de school, dus 240 kinderen. Nou, we zijn benieuwd. Het is wel leuk om te horen dat jullie op basis van dat verhaal nu een dans aan het maken zijn. Hé, en stel nou, je gaat een tijdschrift maken, hè? Zoiets als het Schavuit Doeboek. Waar zou je dan aan moeten denken? Waar moet je op letten als je een tijdschrift maakt? Nou, dan moet je even ook letten op de fantasie. Want als je geen fantasie hebt, dan kan je ook geen verhalen verzinnen. En als je geen verhalen kan verzinnen, dan kan je geen tijdschrift maken. Ja, dus als je teksten schrijft, is fantasie heel belangrijk. Ja. En wat nog meer?
zou je nog meer moeten hebben of nodig hebben als je een tijdschrift maakt? Dan kan je bijvoorbeeld misschien dingen, foto's maken. Maar hoe werkt dat dan? Dan heb je sowieso een illustratie nodig, want als ze te schrijven een verhaal heeft gemaakt, dan geef je het verhaal door aan de illustrator. En die maakt dus dan een tekening van bij dat verhaaltje. En als de tekening is gemaakt, dan gaat de schrijver verder. En dan gaat de illustrator weer een tekening bij maken. Maar voor sommige boeken heb je geen illustratie nodig, want daar heb je alleen je schrijver voor. Dan heb je alleen maar teksten. Ja. Ja, en je hebt het eigenlijk heel goed uitgelegd. Maar je zou ook van iets anders gebruik kunnen maken. Dus niet alleen maar van plaatjes, illustraties, maar ook van machines. Hoe bedoel je dat dan? Ja, want je kan ook een foto zoeken op internet. En dat dan zorgen dat een machine die opvangt. En dan zet die machine dat op een papier met de tekst erbij. Ah, dus je hebt het over als het dan gedrukt gaat worden. Ja. Ja. En dan moeten die foto's eerst in de tekst worden gezet en dan kan die naar de drukker. Ja, ja, precies. Ja, je weet er best wel veel over tijdschriften maken. Ja, dat kan je ook zien op het klokhuis. Hey, en de reportage die we zo gaan kijken, daar zien we de laatste bijeenkomst van de kinderredactie van het Schavuit Doeboek. Wat zouden ze dan nog aan het doen zijn? Dus de teksten zijn er al, de illustraties zijn er al, de opdrachten. Wat zouden ze dan nog kunnen doen? Drukken. Ja, dat gebeurt daarna. Waar zou je goed op moeten letten? Alles is af, maar dan moet je nog even een laatste dingetje checken. Controleren. Wat zeg je? Controleren. Ja. Wat ga je controleren? Of alles goed is en of het ook leesbaar is. Precies, ja. Of het leesbaar is. Wat nog meer? Wat zou je nog meer kunnen controleren? Geen spellingsfouten in zitten. Ja, dat ook. Of je kan de bladzijden controleren. Of er geen bladzijden leeg in zitten. Ja. Dat is ook een hele goeie. En ook kijken dat alle bladzijden zo vol kunnen staan. Want als je 1 na 7 en 18 hebt, dan maak je een probleem. Dan moet je alles weer helemaal opnieuw doen. Ja, dat is ook wel een slimme. En of de opdrachten kloppen, is ook wel belangrijk. Als je de puzzels maakt, dat er niet de verkeerde oplossing hebt. Ja. Ja, en ook dat de antwoorden goed op de achterkant zitten of op de andere kant. Ja, dat wie zijn dat soms voor? Dat komt soms voor. Dat er een foutje in staat. Ja. Dus dat is heel belangrijk, zo'n laatste bijeenkomst. Ja, ik had zo'n boek van mijn oom gekregen. En het was zo'n spelletje en de woord was fout. Dus je moet ik had de woord gevonden, maar hij ging eerst zo en dan zo. Dus het klopt niet. Er zit een foutje in. Ja. Het is dus maar goed dat de kinderen van de kinderredactie van het Schavuit Doeboek nog even een laatste check deden. Laten we gaan kijken. Reportage. Hoi, vandaag is de laatste kinderredactiebijeenkomst van het doelboek Scheepsbouw. De teksten, illustraties en opdrachten zijn klaar. We gaan nu naar kijken. Spannend! Maar het doelboek is vandaag nog niet helemaal af, want wij gaan vandaag een kritische blik erop leggen. Kijk jullie mee? A city of vampires. Tonight Elvis is dead and everyone's spread and love is a satire. And now I know my heart. Ja, ik vond kunst eigenlijk nooit leuk. Alleen tekenen is daar hou ik heel veel van, maar kunst is eigenlijk best interessant. Net als scheepsbouw en ja, andere zoals kunstenaar Claude Monet. Daar hebben we ook veel over geleerd. Nou, ik had zelfs nog nooit, wat waren het, mosselen? Ja, mosselen bereid. En het was echt heel leuk, want het was ook een chef-kok. Niet wereldberoemd of zo, maar het was echt leuk. Echt heel erg leuk. Ik ook heel erg leuk. We vinden het, tot nu toe vind ik het heel erg leuk. En er zit ook mooie kleuren in het Schavuit Doeboek en een mooie spelletje, maar er moeten wel iets minder tekst moeten wel in. Er staan heel veel plaatjes in, dat is wel leuk, en ook heel veel spelletjes. De illustraties zijn superleuk. De redactie van de Kleine Ambassade gaat nu onze tips verwerken. Als Schavuit helemaal af is, gaat hij naar de drukker en daarna komt hij naar
gaat hij naar alle kinderen van groep 5, 6 en 7. Ben je benieuwd hoe de schavuiten doelboek eruit ziet? Vraag nu aan je juf of meester of die al zijn uitgedeeld. Ja jongens, en inmiddels zijn dus alle opmerkingen van de kinderredactie verwerkt. En is het schavuitdoelboek helemaal af. Ja, en wel leuk, vanmiddag is er een lancering van het doelboek. Dat betekent dat ze het allernieuwste boekje gaan laten zien aan mensen die hebben meegewerkt aan het boekje en aan de wethouder. En het is op het terrein van Wartsilla, dus dat is hartstikke leuk, want dan zit je midden in de scheepsbouw. En na de lancering in de middag zijn ze natuurlijk ook te vinden op de basisscholen. Bij jullie in de klas, maar ook bij jullie in de klas. Nou, dat is best tof, toch? Ja. En wat wel grappig is, is vlak na zo'n lancering, dan wordt er alweer gestart met het maken van een nieuw boekje. Nou, het schavuitdoelboek gaat over iets van kunst en cultuur altijd. Wat zouden jullie dan een interessant onderwerp vinden? Wat zou er nou in het volgende doelboek een keertje besproken moeten worden? Nou, bijvoorbeeld iets over Aleida, over hoe het kasteel eruit zag, want er staat nog maar een halve toren. En het kasteel was natuurlijk veel groter en er stonden veel meer torens. Ja, dus jij bent wel benieuwd hoe dat dan precies is gegaan en hoe dat eruit zag? Ja, en nee? Ook hoe dat kasteel dan kapot is gegaan. Oké, okay, nou, wie weet komt het wel eens in het schavuit terecht. En ook over de geschiedenis van Schiedam. Wat zou je... Schiedam in 2015 of 2016. Wat zou je dan precies over de geschiedenis willen weten van Schiedam? Is er iets waar je specifiek naar... Wat er vroeger bijvoorbeeld was. Hoe het er vroeger uitzag? Ja. Oké. Okay. Nog meer dingen of kunstenaars waar jullie meer over zouden willen weten? Bijvoorbeeld hoe de korenbeurs vroeger eruit zag. Oh ja, dat zou ook wel heel interessant zijn. Ja. En ook verschil. Over Rembrandt. Daar zou je wel meer over willen weten. Of Vincent van Gogh. Dat is ook een hele bekende, ja. Leuk. Nou ja, wie weet dat er wel in de volgende schavuit wat meer over Vincent van Gogh of over de korenbeurs te lezen is. We zullen het zien, toch? Ja. 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 En van deze goede tips over onderwerpen voor het nieuwe schavuit doelboek, wie weet komen ze er wel in terug. Gaan we door naar een nieuw item, natuurkunde en scheikunde. Als je dat leuk vindt, moet je nu goed opletten, want Elling gaat een super tof proefje doen. Can you try this at home? Yes, you can try this at home. Hoi, ik ben Elling met een proefje. Is er thuis iemand jarig en weet je waarom zelf ballon op te prazen? Luister goed, want ik heb hier een trucje. Wat heb je hiervoor nodig? Een flesje. Twee theepels gist. Eén ballon. Twee theepels suiker. Eén trechter. En één glas water. Warm. En nu het stappenplan. Eerst knip je de plakje en draai de fles open. Ik pak dan de gist, knip ze even open. Even goed doen. Nu ze erin doen. Doe er dan 2 eetlepels suiker bij. Doe dan het water erbij. En dan de dop erop. En schud dan zo hard als je kan. Haal dan de dop eraf. Pak dan de ballon. En probeer die er met... altijd wat gefriemeld eroverheen te doen. En dan moet je even een half uurtje wachten. Oh, kijk eens aan. Hij is al groot genoeg. Kijk, hij is helemaal vol. En nu kan je dus gebruiken als een partyballon. En hoe kan dit nou? Dat kan, omdat gist is een schimmel en die leeft en die voedt zich met suiker. Op het moment dat hij zich vol heeft, dan laat hij gas uit, net zoals wij. En dat vult de ballon.
Dat is trouwens ook hoe deze gaten in de boterham komen. Als jij nog een idee of een vraag hebt voor een proefje, stuur het dan naar dit adres en tot de volgende keer. En van het proefje gaan we gelijk door naar de kijkersvraag. Daar komt-ie. De kijkersvraag. Hallo, ik ben Farkilio, ik ben 10 jaar. Waar werd de korenbeurs vroeger voor gebruikt? We zijn hier in de korenbeurs, een oud gebouw van 225 jaar oud. Sinds een paar maanden is de bibliotheek hier gevestigd, maar daarvoor deed het dienst als beurs. Het zegt het al, korenbeurs. In het verleden van Schiedam werden hier allerlei granen verhandeld en er werd die te maken hadden met de jeneverindustrie. Voordat de bibliotheek er kwam, is het een tijdje cultureel centrum geweest. Wij werden hier tentoonstellingen gehouden. Daarvoor is er een meubelzaak die hier gezeten heeft. En daarvoor werd er getafeltennist. Ik hoop dat jullie vraag hiermee beantwoord is. En als jullie meer vragen hebben over de korenbeurs, dan kunnen jullie altijd langskomen. We zijn 7 dagen in de week open. De kijkersvraag. Hoi, ik ben Ernest, ik ben 10 jaar oud. Hoe oud is de oudste molen van Schiedam? Hallo, ik ben Fabian en ik ben ook 10 jaar. En waar staat de oudste molen van Schiedam? Weet jij het antwoord op deze vraag? Of heb jij een vet coole andere vraag? Stuur het naar dit adres. Ja, en dit was hem alweer, de aflevering van Kikker TV. Hopelijk zijn jullie er volgende week weer bij. Tot volgende week! Doei!